Goedemiddag en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play The Legend of Zelda The Wind Waker in HD! Yay! In de vorige aflevering zijn wij ontsnapt aan Ganondorf en hebben wij dus erachter gekomen dat Tetra's eigenlijk een prinses is genaamd Zelda. En zijn er dus ik weet niet hoeveel wegen voor ons geopend. Ik ben gelijk offscreen eventjes naar Outset gegaan omdat hier een van de vervelendste dingen is die we kunnen doen. En die wil ik gewoon zo snel mogelijk out of the way hebben. Maar eerst posttijd! Hallo? Hallo? Good morning, letters voor Stefan. We hebben één letter. Here's your letter. This is on cash on delivery en het kost 201 rupees om het te gebruiken. Ja, dit wil je helaas, sadly, but true, wil je dit doen. To the estimate, Mr. Featherbed, thank you so much for your impression for your purchase. Enclosed is an incredible chart. We hebben niks gekocht. This chart will show you the travel charts and the travel charts if you want to use them. And then we're going to find a game of turns. And then the tingle chart, but then the tingle. We krijgen de Incredible Chart. Op deze kaart kun je dus precies zien waar dat de treasure charts zitten en waar de treasure shards of de truffle shards zitten. Nou, heel erg handig, maar best wel duur en je moet automatisch ervoor betalen. Wat eigenlijk best wel jammer is. Oh, je hebt nog steeds een pot op je hoofd. Nou zijn er hier een paar dingen die we kunnen doen. Het enige nadeel is dat we op dit moment nog niet echt equipment daarvoor hebben. Want zoals je hier hebt, hier hebben we een hele grote piggy. Deze piggy is nogal gevaarlijk en gemeen. Maar die piggy die kunnen we later zeg maar ergens mee naartoe nemen, waardoor dat we dus zeg maar een piece of heart kunnen halen. Op dit moment kunnen we dat nog niet doen en ik wil deze 10 rubies hebben, want staat hier al de hele tijd in mijn oog te fonkelen. Maar goed, er is hier een hele vervelende sidequest die ik alvast out of the way wil hebben. Je hebt hier onze vriend Orca, onze swordsman. Hij heeft een piece of heart voor ons, maar je kunt dus met hem battelen verschillende keren. En hij wil de eerste keer dat je hem 100 keer raakt, voordat hij jou 3 keer raakt. Daarna wil hij, dan krijg je 50 rubies, zoals je ziet hebben we dan genoeg rubies daarvoor gekregen, anders konden we de kaart niet halen. Daarna wil hij dat je hem 300 keer raakt, voor 100 rubies. En daarna krijg je de optie om hem 500 keer te raken, voordat hij jou 300 keer raakt, voor een piece of heart. Dit is nogal vervelend om te doen. Ja, we willen met hem vechten, dus we moeten hem nou 500 keer raken. Voordat hij ons 3 keer raakt. Wat nogal lang, vervelend buttonbashen is. Yep, dan word je een swordsman en nou vraagt hij 500 keer tot hem te raken. Nou, hij is heel erg makkelijk te raken. Wat je wil doen is je wil hem gewoon 2 keer raken. Schildje even opzetten. Of je gebruikt daar de A-knop. Het enige wat ik hier heel erg vervelend vind is de camera angle op sommige momenten. Je kunt ook dit doen zo. Hey! En we zitten zo op 18. Nou, dit gaat heel erg lang duren. Nou dacht ik bij me eigenlijk van, ik kan het wel simpel wegknippen. Door te zeggen van, weet je, we hebben gewoon, ik zie jullie als ik de 500 heb gehaald. Maar ik denk dat we hier gewoon een leuke fast forward in gaan gooien. Fast forward, ik denk dat dit dan hooguit misschien net 30 seconden of een minuutje gaat duren. Dus laten we maar een leuk muziekje gaan kiezen en naar een fast forward toe gaan. Here we go! Eentje om het af te maken. Oké, we hebben 500 ineens zonder 1 keer geraakt te worden. Whoop die freaking do. Maak me nou alsjeblieft maar af, want dan kunnen we onze piece of heart krijgen. En dan ben ik eindelijk hier klaar met deze stomme quest. Oh, dit is zo lang. Schiet nou eens op. Zoals ik al heb laten zien, zijn patroon is heel erg makkelijk. Als hij blokt, wil je zo snel mogelijk op de schildknop drukken. En dan zul je praktisch nooit geraakt worden. Het enige wat verschillend is, is als je in een hoek vast zit, dat je hem dan even naar buiten wil luren. Anders gaat het beter. En nou krijgen we dus na 500 keer hem geraakt te hebben, krijgen we een piece of heart. Yay! En het werkt voor de win. Nou, buigen natuurlijk. Hartstikke fijn, hartstikke simpel. Nou is er nog één ding wat we hier ook willen doen. Weten jullie nog die Knights
quest waar ik het over had. Hij vindt die leuk. Wow, that's a Knight's Crest. Ja, ik heb er 10 van. Ja, de Knight's Crest zijn symbolen voor courageous, oftewel moedige krijgers, bla bla bla. Zijn slecht geworden door een of andere Ganondorf en daardoor zijn ze nou Darknut. Maar met die dingen kunnen we dus zeg maar een secret aanval leren. Wat je moet doen is, je moet zo snel, zo lang mogelijk op B drukken. Dan hou je power op en dan doe je dus de Hurricane Spin. Heel erg geweldig. Altijd dezelfde. Ja. Come at me. Do it. Oké, dus Hurricane. Yeah! De Hurricane Spin! Vergeet niet, het kost Magic Power. En hij begint erdoor te huilen. Amazing, Steven, you did it! You have mastered the Hurricane Spin! At last, you have made a long-held dream come true! Geweldig. Oh, the joyful stairs! They won't stop! I thought my tears had dried up long ago. Sniff! There's nothing left for me to teach you! I am certain that you will save your sister Errol and bring back to her... Ja. Dus met die twee sidequests, hoe sad dat het ook is, dat zijn de... Ja, die ene Hurricane Spin die is eigenlijk best wel makkelijk. Maar de andere, die ja, kan nogal dus lastig zijn. Die Piece of Heart heb ik het dan over. Nou, dan is er hier nog een Piece of Heart die we dus zeg maar zouden kunnen halen. Maar dat wil ik voor later bewaren, omdat we hebben er nou nog heel erg weinig aan. Dus wat we gaan doen is, we gaan heel eventjes naar onze... Nou ja, ik weet niet, ik heb al een boot gehaald. Dus ik hoop dat ze een hyper in de aanbieding hebben voor mij. Ondanks dat ik niet zoveel rubies heb. Maar rubies die worden nou dus zeg maar heel erg belangrijk op dit moment. Jij hebt hoi, Piers! Ja. Oh, ze hebben jouw bommen verkocht en je hebt best wel een familie. Ja, het zal allemaal wel. Hou jij nou maar bezig met jouw business en dan hou ik me bezig met mijn business. Nou. Ik wil een paar hoi, Piers. Ik denk tot 3 wel genoeg zou zijn. Geef me je hoi, Piers. Thank you! En we hebben dus een paar punten. Nou, geweldig. Doei! Nou is er dus nog een plek waar we dus zeker naartoe willen gaan. En dit heeft nog niks mee te maken met sidequests. Zoals jullie weten, er zijn... Juist. Er zijn 2 plaatsen die onze King Red Lion geval ons heeft aangewezen. En die wil ik jullie heel eventjes laten zien. Dus door heel eventjes de map in beeld te brengen... Zien jullie dus zeg maar die plek daar boven mij nou en de plek naast ons. Waar we dus zeg maar heen moeten. Daar kunnen we op dit moment nog helemaal niks doen. Echt helemaal niks. En daar baal ik nogal van. Wat je wil doen is je wil naar dit vakje toe gaan. Dit is de Mother and Child Island. Ik heb hem nog helaas niet ingevuld. Maar daar willen we nu naartoe gaan. Nadat je dus zeg maar die scène hebt gehad met Ganondorf. Want als we hier nou naartoe gaan, dan krijgen we iets leuks te zien. Peaches! Vijf jaar later. Wauw. Nee. Het zal toch niet. Het is Fee! Nee! Nee, geen Fee! Nee! Het is de dochter van Fee. Het maakt me niet uit. Het ziet eruit als Fee. Ik ben bang voor Fee. Fee, ga weg. Hehehehe. Greetings, child. It seems to me I have already swung open, hasn't it? I am the queen of the fairy world. What's the matter? Does that not surprise you, child? I like you. I calculate there is a possibility of 99% that you like me. And so, I shall give you the now power that the bow that you wield. Ik vind het Fee. Je kunt me veel zeggen, maar het lijkt op Fee. Oké, we hebben dus nou 2 feetjes. Een rode sparkle en een blauwe sparkle. Sparkle, sparkle, sparkle. Hi. Moet ik jullie vangen in een bottle of... Eeuw. Lijkt me pijnlijk. Oh, het ziet eruit alsof dat pijn doet. The power of fire and ice has been added to your arrows. When you take out your bow, use a button and you can fire away.
Oké, Fee lookalike. Dankjewel. Je mag nou wel gaan. Doei. IJs hier als kan vrees zijn hard als flames. En fire air als kan melt om koud als ijs. De fairies in this fountain will ease your weariness. Use them as you need to. Child, I must tell you, you are just my type. I calculate the possibility that there is a 95% chance that we are actually a good match. Yay. Don't think of anything. Okay, sorry, King. Sorry, ik vind het op een Fee lijken. Ik kan er niks aan doen, daarom heb ik het ook dezelfde stem gegeven als Fee. Creepy. Gewoon creepy. In een nutshell, creepy. Maar goed, nou komen we dus aan al de sidequests. Joepie, frickin' whoop-de-doo. Oké, nou, sowieso, ik heb een empty bottle nog, dus ik ken eventjes een vee. Ik wil geen water, ik wil een veetje vangen. In HD. Oké, kom eens hier. Kom eens hier. Ja. Hoe vaak ga ik dit nog halen? Hoe vaak? Zie je deze? Ik kan er ook wel water in doen, zodat je verzuipt. Nee. Oh, kom op, geef me gewoon een feestje voor crying out farts. Oké, dat klinkt eigenlijk nog over ve- voor crying out farts. Oké. Nee. Oké, het duurde maar 4 keer, maar dan mag niet. Jezus. Oké, nou. Zoals ik al zei, er zijn dus nou een shitload of sidequests die we kunnen gaan doen. Eerst wil ik al eventjes, even kijken hoor. Zo. Oké, nou, het eerste waar ik naartoe wil gaan is langs de Forest Haven. Want ik geloof een vakje daarboven, daar zit een secret to everybody die we zeker nodig gaan hebben. Dus, laten we er nog eens eventjes naartoe gaan. Dus kijk ik heel even wat dat mailtje was, want we hebben een nieuwe video request. Of ja, we hebben een nieuwe... Ja, we hebben een nieuwe... Ja, een nieuwe comment. En heel veel die hopen op een comment op de dag. Oké, ik zal er niet te veel over zeggen. Nou, ik ga heel eventjes kijken of ik in de map tot ik daar gelijk in had. Nee, dat is hem niet. En ik zit hier nou te sturen, terwijl dat helemaal nergens op slaat. Ik doe heel eventjes stiekem even kijken. Nee, dat is hem ook niet. Nee, dat is hem niet. Oh. Mijn fout. Wij willen naar Dragon Roost Island en dan 1 vakje eronder. Dat is waar we dat we naartoe willen. Er zijn namelijk een paar items die zeker handig zijn om nu al mee te nemen voordat je aan sidequest begint. Dus onthoud dit. Zitten we? Dat geluid indiceert dat we heel erg dicht bij een treasure zitten. Om precies te zijn van treasure chart 39. Oké. Oh. Niet te ver. Heel voorzichtig. Ik bedoel, gratis treasure chart, waarom ook niet? Ik weet niet meer precies wat voor reward dat het is, maar ja, als het 200 rubies is, dan hoor je mij niet klagen. Treasure chart 39, wat was dat ook alweer? Op Dragon Roost Island. Een silver ruby! 200 rubies gaan bij! Wat leuk! Oké, nou, we willen dus naar het... ja, we willen dus eventjes hier naar het zuiden toe gaan. Gelukkig heb ik deze vakjes allemaal ingekleurd. Maar ja, het nadeel is, ik moet op mijn kaart nog ik weet niet hoeveel vakjes inkleuren. Dus, maar we willen naar dit eiland toe gaan. En waar we dan willen mee beginnen is met pijl en boog alvast eventjes pakken. Nou zien we hier een gigantische vulkaan die we in elkaar willen slaan. Stoppen, rustig aan. Oké, ik wil ook even een grapplinghoek erbij hebben. Goed, we kunnen dus de heetste vlammen bevriezen, werd er ons gezegd, met ijspijlen. Dus laten we dat ook maar gaan doen. Nice. Oké. Dan krijgen we 5 minuten de tijd om hier dus zeg maar de puzzel op te lossen. Na die 5 minuten gaat de vulkaan weer actief worden en dan wil je hier gewoon niet staan. Daar komt het praktisch op neer.
De ijspijlen die zijn zeker handig met de vijanden die we hier tegen gaan komen, wat ik jullie zeker wil laten zien. Ten eerste hebben we hier die vervelende vogels waar we weer een hele mooie golem... Hoezo mist ik jou? Hier, heb een ijspijl. Kom op zeg! Waar ben je? Nou ja, ik heb die golem verder gejat. Op zich dat tijdslimiet, daar hoef je niet echt druk over te maken, want echt geloof me, je hebt meer dan genoeg tijd. Volgens mij wou je deze kant op. Gewoon deze kant op. Het interesseert me niet wat jullie zeggen. Ik ga deze kant op. Heb ik jouw ding al gejat? Waar ben je? Echt serieus, hè? Ze komen langs en ze donderen gelijk weer op. Flame. Oké, dan gaan we weer even siddelen langs de muur. Alright, don't you dare. Don't you dare. Don't you dare. Goed zo, braaf. Brave afgekeurde vogel. Nou. Hier bovenop de top staan. Gaan jullie me dan lastigvallen? Ik heb één golden verder en ik wil eigenlijk meer. Kom eens hier, jij. Vogeltje, kom eens hier. Kom eens hier. Kom dan. Kom eens bij ome Stefan. Jij dacht dat ik je aan zou vallen, maar ik val gewoon in het gat omdat ik er zin in had. Oké, dan komen we dus hier uit. En hier hebben we dus zeg maar de vervelende keys. Nou ja, flame keys eigenlijk, om precies te zijn. Oké, die willen we niet aanvallen met ice arrows. Gewoon arrows doen eigenlijk hun werk goed genoeg. We moeten weer een beetje platformen. Klein beetje maar, niet te veel. Kan ik jou? Hou je mond! Vervelende vliegbeest. Jij ook. Oh, oh, daar kunnen we niet te lang op blijven staan. Dat was ik even vergeten. Stomme ik. Nou ja, niet echt stomme ik, maar domme ik. Wat behoorlijk dom. Ik was helemaal vergeten dat ik... Daar. Oké, weet je wat? Beter plan. Niet Peter Pan, beter plan. Laten we gewoon hier eventjes doorheen rushen en heel die keys gewoon negeren. Ignore jou. Doei! Oké, nou. Maar moeten we die beest eigenlijk ook verslaan? Oh, dat was niet handig. Ja, het beste om deze beesten te verslaan is om eigenlijk eventjes te wachten. En dan kun je ze één hit KO'en, zeg maar, met een counteraanval. Oh, ik dacht dat mijn A daar niet op zou... Maar goed, daar is onze A. Boom! En in dit kistje... zitten de power bracelets! Yay! Nou zijn we super sterk! En de timer die stopt ook gelijk. Zoals je ziet, we hadden nog iets van 2 minuten, 2,5 minuten over. Ik let nog niet eens op die timer, dus ik heb zoiets van screw die timer. Maar dat is praktisch eigenlijk wat we daar konden doen. Hier in deze gebeuren. Verder is hier niet echt veel te vinden, dus ja, we hoeven hier echt langer te zijn. En nou is er nog zo'n eiland. Hallo, mag ik jou weer vervelen? Hallo, hey meneer vogelvrij beesten, hoe gaat het mee? Eventjes mijn ice arrows al selecteren. Zeg vogeltje, hi vogeltje, ik wil je golden verder jatten. Ik vind het vast wel zeker niet erg en daarna bevries ik jou. Wat ben jij mooi. Nou oh, ja, je leeft nog. Wees blij dat ik je laat leven voor deze ene keer. Goed, ga je me nou gaat me nou niet weer lastig vallen, hè? Pas erop, hè. Ik ben frisje. Maar goed. Zonder enig oponthoud. Nou moeten we dus zeg maar naar het andere eiland. Maar dat wil ik graag bewaren voor de volgende aflevering. Ik bedoel, we hebben nou weer een piece of heart gehad. En we hebben nou dus zeg maar weer wat rubies gehaald. En we hebben een beetje storyline gehad. Ach, en toen was je bevroren. Wat zielig. Dus, ik wil mijn outro gaan doen. Dus, ik dank jullie sowieso voor het kijken naar deze aflevering van Let's Play The Legend of Zelda The Wind Waker in HD. Yeah. Dus ja, ik hoop jullie natuurlijk te zien morgen in de volgende aflevering. Dan gaan wij ook naar het andere belangrijke eiland. Dus heb je een leukste momentje, laat het natuurlijk te weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. En laat een like achter als je daar de tijd voor hebt. Voor de nieuwe mensen die pas zijn gesubscribed, natuurlijk hartelijk dank voor de support die jullie mij zover hebben gegeven. En onder in de beschrijving er staat zeg maar een link naar Facebook en Twitter waar eventuele updates zouden gehouden worden. Mocht er geen video plaats kunnen vinden, zoals wat er maandag en dinsdag is gebeurd. Laten we het daar maar niet meer over hebben. Ik dank jullie voor het kijken en ik hoop jullie morgen natuurlijk weer te zien in de volgende aflevering. Doei!